sta hier samen met Frank Hoeben, KLM, hoofdjurylid van categorie content. Frank, kan jij vertellen welke ontwikkelingen jij zag op het gebied van... wat je kan vertellen over de inzendingen en nominaties? Nou, we hebben voor de categorie content hebben we 43 inzendingen gehad. Ook bij deze categorie weer zaten er absoluut juweeltjes tussen. En wat ons heel erg opviel bij deze categorie is dat er een aantal non-profit cases waren. En dat is eigenlijk voor het eerst dat zo ontzettend opvalt. Oké. Dus non-profit, die hebben de weg ook richting Spinnenwoord gevonden. Is dat het eigenlijk? Of ging het meer... Ik ben heel nieuwsgierig waarom dat specifiek dan opvalt. Nou, omdat voorgaande jaren, ook toen ik in de jury zit, viel dat niet op. En nu zien we dat het niet één case is, omdat er meerdere cases zijn. Dus ook op dat vlak zien we een enorme ontwikkeling. De maatschappelijke betrokkenheid bij bepaalde onderwerpen. En daardoor wordt het ook heel persoonlijk, wat het heel mooi maakt. Kan je dan ook uiteindelijk stellen dat dat is dat een trend of is dat een ontwikkeling die jij dan uiteindelijk ziet? Ja, ik denk dat het absoluut een trend is en dat we volgend jaar ook een aantal van deze partijen terugzien. Oké. Ik kan me voorstellen dat als we over content hebben, dat er ook dan een discussie plaatsvindt over budget. Is dat iets waar jullie dan rekenschap van houden? Ja, budget. Wij kijken meer naar of het idee creatief is. Is het vernieuwend? Is het visueel aantrekkelijk? En voelen mensen zich verbonden tot het idee? En dat is toch wel de kern waarop de jury beoordeelt. Oké. Als laatste vraag nog. Heb je een tip voor degene die inzenden? Nou, bij content moet je ook zorgen, want er is altijd heel veel te vertellen over content. Maar ook bij deze case zorg dat je het heel kort houdt en krachtig. En nog steeds merk je dat sommige cases hun tijd eroverheen gaan en dat is zonde. Terwijl juist als je je verhaal heel krachtig vertelt in een korte tijd, dan kom je veel sterker over. Oké, Frank. Dank voor je tijd.